Wat ligt in het verschiet? Ik heb niet de regie. Maar beloon je me, want ik wil dat je ziet wat ik dankzij jou zie. Kom, ik toon je wonderen die deze wereld ons biedt. Wij zijn stof tussen sterren, meer niet. Van oerknal tot het eind der tijd. Bridges was dus afgelopen zondag, heb je de laatste gespeeld en wij waren bij de première. En daar vonden wij jou erg goed. En zelfs zo goed dat wij een envelopje voor jou hebben. Nou ja, wat aardig. Dankjewel. Ja, lees voor. Broadway in Holland TV Awards. Genomineerd voor. Dat oh, dat sowieso. Ja. Genomineerd voor Broadway in Holland.tv Award 2017. Lone van Roosendaal in de Bridges of Madison County. In de categorie Beste Vrouwelijke Rol. Ja, en dat op. Oh, moeten we plaatsen. Jij en ik zijn in één seconde. Schud of knik in één seconde. Hoe dankbaar ben je voor die won? Ja, dit was wel echt een heel bijzondere periode. Ja. Ik denk dat geen andere producent mij meteen in zo'n rol had durven zetten. En zag je dat zelf voor je? Was je verbaasd toen je gevraagd werd? Ja, verbaasd is misschien een beetje een raar woord. Ik was heel blij, want ik dacht, oh, dan kan ik mijn tanden ergens... Ik moest iets anders laten zien. Een uitdaging. En ik vond het echt een uitdaging. En dat is blijkbaar gelukt. Dus... Nee, ja, ik vond het echt te gek. Ook samen met René van Kooten en met Aniek Boer. En ook live band, weet je wel. En Koen heeft dat heel mooi geregisseerd met hoe dat... Heel intiem. Ja, ik ben overigens gewoon heel dankbaar dat ze me ervoor gevraagd hebben. Ik had het echt niet willen missen. En ik hoop ook echt dat er een tour komt. Ja, ik heb ook gehoord, gelezen op Facebook, dat er nu onderzoek wordt gedaan... of er een reprise plaats kan vinden. Ja, de theaters zijn op zich heel erg geïnteresseerd. En ik denk dat het een ontzettend goed stuk is voor de theaters. Omdat het... De grote vraag is wel, waar zet je die enorme brug dan neer? Ja, dan wordt het decor natuurlijk wel anders gemaakt. Maar ik denk dat het een heel goed stuk is. Omdat het is niet per se alleen een vrouwenstuk. Maar de vrouwen die het gezien hebben zijn over het algemeen allemaal helemaal... ik denk dat het heel goed zou doen. Voor de hele kast. Okay. Ik denk dat je het wel al een beetje Oh, nou ja, te gek. En terecht. Echt terecht. Terecht, waarom terecht? Ja, het was gewoon een hele mooie, bijzondere productie. Nogmaals. Met goede mensen, mooie muziek, een goede band, mooie vormgeving, regie. In een hele mooie setting in het Sommerhuis. Dus wij zijn genomineerd door Broadway in Holland.tv Award 2017. De Bridges of Madison County, Opus 1, in de categorie Best Kortlopende Productie. Jouw allermooiste, dierbaarste herinnering dat je als cast, als groep hebt beleefd? Nou, deze staat wel echt met stip in de top 3. God, ik heb best wel al wat gedaan, hè? Zorro vond ik ook wel echt een heel bijzonder jaar. Als cast of gewoon als productie. Als gehele groep natuurlijk. Ja, en toch ook het M-lab, de wildcard. Ja, denk ik. Nou, maar dit staat wel... ja, nee, hier ben ik ontzettend blij mee. Ja. Sluit op 25 augustus. 27 augustus maken we de winnaar bekend, dus op de uitmarkt. En waarom moet er op jou en op de productie en ook op René van Kooten en op Aniek Boer, die ook genomineerd zijn, en Bas Heerkens, gestemd worden? Als jij vindt dat je geraakt bent door de voorstelling, zowel qua humor, qua emotie, gewoon als je het goed vindt. Dan moet je op ons stemmen. En anders moet je niet met anders stemmen. Haalt je printje, maakt je printje, gaat naar het allemaal weer naar het bos. genomineerd voor Into the Woods. Oh, is dat zo? Ja, het stond er als het goed is op en anders ben ik er vergeten bij. Nee, dus, ja. Nee, je bent ook, oh, nee, je bent ook genomineerd voor, dat is zeg maar een dubbel. Dubbel, maar ook een vrouwelijke hoofdrol. Ja. Oh, nou ja. Hierbij, ik ben dat vergeten. Nou, dankjewel. Nou, bedankt aan u.